Even volle gas. Hey, pushen! Lopen! Als ik nu uitklein voor die man, is het echt schaamtelijk. Yo mensen, vet jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we proberen te crossen met de schakelbrommer. Het is zoals jullie zien prachtig weer, dus ik heb er super veel zin in. En ja, we gaan hem eens buiten halen hoor. Ik heb trouwens een nieuwe sleutelhanger gekocht zoals jullie zien. Van AliExpress hoor, gewoon een eurotje. Ik hoop niet dat er te veel plassen liggen, anders kan ik hem nog eens straks helemaal gaan afkuisen. Maar ik denk dat dat sowieso wel het geval gaat zijn. En ja, als je kijkt naar die banden, ze hebben niet al te veel grip. Ze hebben hier wel eens van die gleuven, maar het zijn geen noppenbanden hoor. Dus ik hoop dat ik niet ga uitglijden. Maar mensen, genoeg gepraat, we gaan er eindelijk aan beginnen. Oké, hier is al één veldrijdje. Ik ga gewoon eens kijken, want ik wil niet dat er van die kasseien liggen. Oké, er ligt gewoon, ja, beton. Oké, dit valt nog mee. Oh. Oké, nu zijn het gewoon van die kleine steentjes waar ik op aan het rijden ben. Geen plas AUB. Oh, maar dit is wel heerlijk hoor. Ik laat ook een enorme stofwolk achter mij, zie ik. Oh, even heerlijk door die plassen rijden hoor. Als ik nu rem, en zeker met mijn achterrem, ja, dan lig ik er gewoon op de grond. Oh, ik durf niet volle gas te gaan. Ik weet trouwens niet eens waar ik ben zelfs. Oh, als ik hier op rem, kan je ze slippen? Oh, ik slip gewoon. Oh, ik slip gewoon als ik even één keer zag mijn rem in duw. Even hier eens testen. Oh ja, je slipt gewoon keihard weg. Die steentjes hebben geen grip. Oh, ik wil wel eens proberen. Kan ik even een burn-out hier doen op die steentjes? Even proberen. Ja, het lukt een beetje. Het lukt een beetje. Ja, nee. Ik moet me ergens tegen kunnen zetten. Oh, dit is wel heerlijk hoor, dames en heren. Oh, zachtjes de bocht nemen. Oh, liggen weer plassen. Je moet er gewoon mooi naast rijden. Oh, ik heb echt ook zin om nog eens met de crossmotor. Ja, ik heb nog zo'n aparte crossmotor, 140cc. En daar heb ik wel echt zin in om daarmee eens rond te gaan. Cross in de bossen. Dat ruimt. Ah, ik wil geen plassen. Even nog eens een drifttest doen. Oh ja, als ik gewoon rem. Oh fuck. Oh, geen zin in plassen. Ik heb letterlijk mijn gewone kleren aan. Ik had beter vuile kleren aangedaan. Waarom? Als er nu een tegenligger komt. Hoppa. Even volle gas. Ik moet maar over nadenken dat ik ook ja, remafstand heb. De brommer maakt toch nog een normaal geluid. Er zal waarschijnlijk wel allemaal modder tussen mijn banden zitten, maar kijk, dat is niet erg. Ik denk dat ik wel hier in de buurt nog ergens zo'n soort weggetje zweet. Ik heb ook nog een slappe ketting, dus die moet nog eens aangespannen worden. Dus ja, ik wil niet dat ze nu gaan afvallen. Allee, kom aan. Oh, gekke Mercedes hoor trouwens. GLE 350 diesel hybride. Oké, normaal hier ja. Kijk, ik zie al direct kasseien hoor. Ik weet niet of ik dit wel ga doen. Nee, dit is niet te doen en heel deze weg is nog zo. Dat gaan we niet doen. Oh, hier moest ik in. Hé, hey, nog een stukje crossen. Ik was daar net in die weg ingeslaan, maar je kon dan nog kiezen om naar rechts of naar links te gaan. We gaan nu eens naar links. Nee, even een keer een drift doen. Oh, hier waren we daar net en dan ging je naar rechts, maar nu gaan we eens ja, rechtdoor of linksaf. Oh, dus ik zie het maar, het is maar voor een heel klein stukje. Oh, oh, dat klonk niet gezond. Hé, hey, pushen! Lopen! Lopen! Er rijdt niemand op zijn oprit. Oké, ik rijd toch echt niet. Ik denk echt dat ik verkeerd ben. Ik zit even op iemand zijn erf. Oké, die mensen die hier thuis zijn zullen ook denken, wat de hel. Gelukkig kent die vrouw voorrang van rechts. Hier moet ik het wel echt rustig aan doen, want hier ligt echt overal modder. Oh. Als ik hier nu uitklein voor die man, is het echt schaamtelijk. Wat we nog niet zijn tegengekomen, zijn ze van die, ja, mensen, sommige mensen spannen zo'n touwtje tegen motorrijders. Allee, tegen mensen die in het bos willen gaan crossen.
Dus dat is, ja, zijn gewoon boze kerns, denk ik. Oké, ik heb nog eentje gevonden, denk ik. Waar zijn ze een auto geparkeerd? Oh, die vrouw kijkt niet blij. Oh, maar hier is echt smerig. Ah, toe me. Fuck. Ik wist dat dit ging gebeuren, hè, maat. Dit is een dom idee. Zo sta ik plots terug thuis. De laatste had ik niet verwacht. Maar hey, kijk, we hebben het overleefd hoor, dames en heren. De brommer is zo te zien al goed smerig geworden. Eens kijken hieronder. Ja, dit moet er natuurlijk direct af. Anders gaan deze vlekken er gewoon op blijven. En daar, dames en heren, is maar één ding aan te doen. En dat is hem lekker gaan afkuisen. Kijk eens aan, dames en heren, hij shined weer helemaal mooi hoor. Hij is weer zo goed als nieuw hoor. Maar mensen, dit was de video. Hopelijk vond je hem leuk. Dus ik raad blauw duimpje omhoog. Abonneer hier beneden. Laat een toffe reactie achter. En dan zie ik jullie in een volgende video. Ciao.